In de vorige aflevering van Hun armoe en hun grauw gezicht zag u hoe de Moeder Teresa Stichting de kansarmen in Roemenië helpt met goederen en huisjes. Leo Kok van de stichting heeft me meegenomen naar San Nicolau de Munte, zo'n 20 kilometer verwijderd van de welvaart in Oradea. Hier bouwt de Moeder Teresa Stichting nieuwe huisjes, met onder andere het geld wat wij vorig jaar opgehaald hebben in het RTV-keetje. Leo vertelt me waarom hij bij de Moeder Teresa Stichting betrokken is en hoe ze deze huisjes bouwen. Dit is een beetje ons standaard huis inmiddels geworden. Mm-hmm. We zijn dit concept begonnen, we hebben het in de loop van de jaren een beetje aangepast. We zijn iets hoger geworden. De basis is een betonfundament om gewoon droge voeten en ongedier te dicht te maken. Ratten is een groot probleem. Ja, de oude huisjes hebben geen fundament. Hier zit een dik fundament onder met een betonplaat om het dus van onderuit dicht te maken. Je hebt een opstapje van 2 of 3 treden, dat ligt een beetje aan de situatie waar je zit. Mm-hmm. Om gewoon in elk geval droog in het huis te zitten. Dat is de eerste basis. Dan is de leefmethode. De mensen komen uit 3 à 4 vierkante meter. En die in zo'n huisje komen, die komen 4 keer zo groot te wonen. Zo moet je in feite zien. Ja. Als jij in Holland in een normaal huis woont, je komt in een kasteel, verdwaal je ook. Dan weet je niet hoe je ermee om moet gaan. Dat is voor deze mensen ook. En hier liggen natuurlijk de waarden, de normen wat anders. Iedereen moet hier ook voor de volgende week zorgen. Dus iedereen sprokkelt in de zomerdag hout binnen. Je hebt gisteren mensen lopen met takkenbossen op de rug die hout inzamelen om voor de winter te gaan gebruiken. Mm-hmm. Als je het buiten neerlegt, met alle respect, maar dan is de morgen is er waarschijnlijk niet meer. Ze stelen dat onderling van elkaar? Ja, ze gebruiken het van elkaar. Laat ik zo op net niet uitdrukken. Ze lenen permanent. Ze zijn net mensen. Ja. Het is niks anders dan mensen. Dus wat doen mensen? Je hebt in het dorp gezien, de wat betere mensen hebben allemaal een schutting om hun huis staan. Ja. Als je door het dorp rijdt, het is gewoon schutting aan schutting. Mm-hmm. En iedereen leeft... Dat zijn allemaal kleine... Burgers. Kleine vestingjes. Ja, ja, iedereen leeft een beetje aan zich. Voor zichzelf. En dat is hier ook, mensen hebben nog de ruimte, dus het weinige wat ze hebben, probeer ze binnen neer te pakken. Wat ik gisteren bijvoorbeeld zag in die huisjes, is dat er voor een raam wel 20 gordijnen hangen. Ja, dat is nou met de warmte hangen ze er wat voor de warmte. Met de winter, maar ondanks alles ventileert het wel. Als je een kunststof kozijn... Ja, die huizen die ventileert wel, ze zijn allemaal zo lekker als een mandje. Maar het is ochtend en het is 10:15, Roemeense tijd, 10:15 Nederlandse tijd. En de temperatuur gaat nu alweer richting de 32 graden. Ja, ja. Het is hier belachelijk warm. Ja, ja, maar wij hebben daar echt heel veel last van. Ja, wij zijn er niet gewend natuurlijk. Ja. En de mensen hier berusten zich natuurlijk heel snel in de situatie. Kijk, bij ons in Nederland, iets niet is zoals gepland is. Als er een keer een avond geen stroom is of geen water is, dan bleek de pleuris uit. Ja. Maar hier is dat, ja oké, dan maar niet. Vroeger had het ook niet. Mensen zijn veel naïver. Ze accepteren alles. Mensen, zit er ook stroom in deze huisjes? Er wordt een stroomaansluiting ingemaakt. Dat kan soms langer duren, net een beetje met allerlei bureaucratie te maken, maar ons streven is gewoon deze huisjes ook te voorzien van stroomaansluiting. En water? We proberen dus hier, niet in de huisjes zal het niet lukken, maar wel in de omgeving van huisjes een watertappen te maken dat we stromend water kunnen krijgen. Maar daarvoor zijn we weer afhankelijk van de lokale overheden. We liften met dit soort dingen mee op de lokale voorzieningen. We gaan weer naar december toe, we gaan het RTV-keetje weer doen, radio- en televisiekeetje. Ja, en we willen gewoon wel weer zoveel geld ophalen dat we weer 4 van die huisjes neer kunnen gaan zetten. Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is de bedoeling. Om die mensen uit die ellende te halen en ze, in ieder geval misschien niet de volwassenen, die zullen daar misschien niet direct meer wat aan hebben, maar hun kinderen een kans te geven op een toekomst. En er komt natuurlijk bij, de huizenprijzen zijn inmiddels, denk ik 6 jaar dat we bouwen, meer dan verdubbeld. Ze zijn nog een schijntje van in Nederland, dat is de andere kant van het verhaal. Ja. De kosten liggen hier aanmerkelijk lager dan bij ons. Ja. Maar inmiddels zijn toch wel de kosten gestegen. Plus je moet ook zorgen dat er stroom is. In de aansluiting van stroom, dan zie je bij het overheidsapparaat, dat kost toch geld. Ja. De bureaucratie gaat steeds meer geld kosten. Dus het wordt steeds moeilijker om de huizen gefinancierd te krijgen. Ja, jongens. Het is mooi om contact te hebben, op een lossere manier dan gisteren in Sequoyen. Hier vergeet ik gewoon dat Davy met de camera rondloopt en ik beweeg mezelf ook makkelijker tussen de mensen. Nou, we gaan nu een stukje in het land in, vanaf het dorpje weg. Daar is water. Leo die belde mij net vanaf daar, van kom even hierheen. Want hier hebben we ik denk dat ze een put hebben of een bron hebben, iets dergelijks. Maar dan gaan we eens even bekijken wat daar precies is. Ik ben heel benieuwd hoe de mensen hier dus de watervoorziening voor elkaar hebben. En Levi gaat mee. Toch? Yes. You come with me. Yeah.
Leo, wat is dit hier? Dit is gewoon een put of is dit een bron die de Moeder Theresa Stichting aangelegd heeft? Nee, dit is een lokale bron. Ja. Dit is een normale waterbron. Mm-hmm. Waar ze normaal gesproken met een emmer met een ketting water hoog halen. Ja. Hier hebben ze een kettingtransportsysteem gemaakt. Ja. Er is een ketting loopt rond in een cirkel. Ja. Je kan een pijp naar beneden en de tweede pijp komt hoog. Ja. Er zitten rubber schijfjes aan. En door snellere pompen trek je het water mee omhoog in die buis en stroomt het daaruit. Oh, was. Hors. Alles aan. En dit is zo broodzaak nodig, ja, hè? Want dit geeft hygiëne in zo'n dorp. Water is leven. En als ze dan inderdaad op deze manier dat voor elkaar krijgen, ja, mooier kan het natuurlijk niet. En geloof me, als het 36 graden is, dames en heren, dan is het echt heel erg lekker dit. Top! Nee. Wat? Shit. Dit is eigenlijk is dit de kleiput. Hier maken ze dus het leem om deze bakstenen te maken voor de huisjes. Die liggen allemaal te drogen. Maar die kinderen die geven er gewoon een heel andere betekenis aan. Die denken, wat maakt ons het thuis dat het water niet helemaal fris is? Wij gaan gewoon zwemmen. En wij springen erin en we gaan bommetjes maken. En we maken plezier met elkaar. Kleren uit. En gaan? Ongelooflijk. Ja, maar ja, goed. Aan de andere kant, dat zijn kinderen. Ze willen lekker spelen. Ja, en hier kunnen ze dat natuurlijk. En met zo'n weertje als vandaag is natuurlijk helemaal prachtig. Eigenlijk is het heel raar. Ik ben net daarachter geweest. We hebben daar plezier gemaakt, met water gegooid, kinderen zien zwemmen. En eigenlijk alsof er niks aan de hand is. Zo, net als kinderen in Nederland die spelen. Maar dan draai je om. En ik ruik het al terwijl ik het omdraai. En dan zie je dit. En dat is wel heel erg tegennatuurlijk. Als je daar net zoveel plezier gemaakt hebt en je weet dat ze vanavond met z'n elfen weer op 3 van die bedjes liggen. En dat zijn dingen die ik als normaal mens, het zijn ook normale mensen, maar als Nederlander niet kan rijmen met elkaar. Dat, echt waar, dan draait je hart zich om. Dat doet zoveel met je. Dat is zo, je wordt zo in tweeën gescheurd wat je gevoel aangaat. Als je hier rondloopt. Als je ziet hoe positief deze mensen toch er redelijk mee omgaan. In ieder geval, dat stralen ze wel uit. En dan dat het toch weer niet zo is. Dat is heftig. Dat is mijn vriend. Dat is Levi. Nee, niet alles joh. Niet alles man. Zo'n groot stuk. Ze hebben zelf niet amper te eten. Ah, wie dit al is. Davy, een heel klein stukje proeven. Onze cameraman is een bescheiden man. Proost, Davy. Ja, is goed voor je. Neem een hap, proeven. Serieus, proeven. Proeven. De cameraman proeft nu. Het is lekker. Palocinta. 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 Beles. 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 Beles? Igen. Beles. Beles. Ah, Hollanda. Brood. 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 Hollanda. Brood. 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 De mina noemt Beles. Lekker. Het is echt lekker. En weet je wat ik nou zo lief vind? Is dat deze mensen die hebben gewoon zelf amper een stuiver om de reet te krabbelen.
Dankjewel. Ze hebben zelf niks, hè? Ja, het ze hebben gewoon niks. En hij gaat hier mij zijn eten staan geven. Levi is de man die mij op Jezus Christus vond lijken. En ik kom in zijn hut. Hij woont daar met zijn vrouw en twee kinderen. En in zijn hut vraag ik hem zijn verhaal te vertellen. Ik probeer een goed mens te zijn, vertelt hij. Ik ben dagloner en verdien een klein beetje geld voor mijn vrouw en kinderen. Het leven is hier hard en moeilijk, maar ik wil dat mijn kinderen goede kansen krijgen. En ik vraag hem of zijn kinderen naar school gaan. Mijn zoon gaat naar school en mijn dochter gaat volgend jaar. Levi straalt van trots wanneer hij dit aan mij vertelt en ik zeg hem dat ook. Katja vertelt dat Levi een gelovig mens is en dat was me al duidelijk geworden. Ze vertelt ook dat hij een bijzonder verhaal heeft over zijn zoon. Levi vertelt, ik had een droom en daarin vertelde iemand me dat ik ooit een zoon zou krijgen en dat ik die zoon Evander zou noemen. Toen mijn vrouw zwanger was, vertelde ik haar over die droom en we kregen inderdaad een zoon. En hij heet Evander. Ik vraag hem waarom hij Evander moest heten. Ik heb geen idee, zegt Levi. En dan vertel ik Levi dat ik ook een dochter en een zoon heb en laat hem mijn telefoon een paar foto's zien. En ik vertel hem ook dat ik mijn kinderen over hem en zijn vrouw en zijn kinderen zal vertellen. En het verhaal van Evander. Levi bedankt me. Dat ik hem en zijn familie op ben komen zoeken. Wat een verschrikkelijk bijzonder verhaal. Ja. Mooi mens. Dat is weer zo'n moment dat je even niks hoeft te zeggen. Dit is goed zo. In de hut tegenover die van Levi is de situatie minder rooskleurig. Hier woont een moeder met 6 kinderen. Althans, dat zeggen de buren. Want zij kan niet tellen. Ik kom binnen en ook hier hangt die afschuwelijke stank weer. Het stikt hier van de vliegen. Alles is vies. Op een bed ligt een baby, 2 weken oud. De moeder van de 6 kinderen zit ernaast. Ze is hooguit 23 of 24 jaar oud. Ik ga op mijn hurken naast het bed zitten en de baby pakt mijn wijsvinger met een minuscuul handje vast. Katja vertelt dat het niet goed gaat met dit kindje. Het krijgt aangelengde thee met kleine beetjes en meer niet. Deze vrouw heeft geen onderwijs, geen identiteitskaart, geen baan, geen geld. En haar man zit in de gevangenis. Terwijl ik naar het babytje kijk wat mijn hand vast heeft, vertelt Katja dat dit kindje het zwaar heeft. En ze gaat waarschijnlijk dood, vul ik aan. Inderdaad, zegt Katja. Ik heb me nog nooit in mijn leven zo machteloos gevoeld als op dat moment. Hoe moet dit verder? Hoe wordt dit kind straks 2 en 3 en 10? Mijn dochter is 7. Hoe is zij eraan toe als ze 7 is? Dat kan je gewoon niet voorstellen. Het is verschrikkelijk. Tja. Het is me keihard duidelijk gemaakt. Ik ben een enorm bevoorrecht mens en ik heb er geen flauw benul van hoe het is om echt niets te hebben. De Moeder Teresa Stichting helpt de allerarmsten in Roemenië. Mensen die het echt nodig hebben. Op 29 november ga ik met mijn radiocollega's Jeroen Drocht en Jorre Vink van Optimaal FM voor 100 uur het RTV-keetje in op het Simonsplein in Doetinchem. Steun onze actie. U heeft zelf kunnen zien hoe hard het nodig is. Kom naar het RTV-keetje of maak uw gift, hoe groot of klein ook, over op Giro 118-3103 ten gunste van de Moeder Teresa Stichting Ulft, onder vermelding van RTV-keetje. Volgende week vervolg ik mijn reis door Roemenië voor de Moeder Teresa Stichting, in de 4e en laatste aflevering van Hun armoe en hun grauw gezicht.